In deze video leert u stap voor stap hoe Peristeen Light gebruikt kan worden bij de behandeling van fecale incontinentie en of obstipatie. Het product is bedoeld om mensen te helpen die last hebben van ontlastingsproblemen en of ontlastingsverlies. Peristeen Light bestaat uit een watercontainer met een klapdeksel en een konuskatheter. De watercontainer kan tot 30 keer door dezelfde gebruiker worden gebruikt. Om hygiënische redenen is de konuskatheter uitsluitend voor eenmalig gebruik. Om de irrigatie te vergemakkelijken, probeert u uw blaas te legen voordat u begint. Open het deksel en vul de watercontainer met lauw kraan of flessenwater. Sluit het deksel. Het deksel is correct gesloten als u een klik hoort. Haal de katheter uit de verpakking en bevestig deze aan het deksel, zodat de onderkant van de katheter het gehele oppervlak van het deksel raakt. Om de coating te activeren, houdt u de katheter minimaal 2 seconden onder stromend water of flessenwater. Start de irrigatie binnen 2 minuten om uitdrogen van de coating te voorkomen. De katheter is zacht en flexibel en heeft een coating die glad wordt als deze wordt blootgesteld aan water. Houd de watercontainer vast met het uiteinde naar boven gericht en verwijder de lucht uit de katheter door langzaam in de watercontainer te knijpen totdat er water uit de kathetertip komt. Houd de watercontainer vast en breng de katheter voorzichtig in het rectum totdat de basis van de katheter uw lichaam raakt. Om de irrigatie te starten, knijpt u voorzichtig in de watercontainer om het water in het rectum te laten stromen. Verwijder de katheter. Wacht totdat het water en de ontlasting naar buiten komen. Om vervuiling van de hand te voorkomen, dient het verwijderen in één snelle beweging te gebeuren. Houd de katheter vast met toiletpapier of iets soortgelijks en trek eraan om deze los te maken van de watercontainer. Gooi de katheter weg. Gebruik de katheter niet opnieuw. Deze is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Verwijder het resterende water uit de watercontainer. Gebruik water en milde zeep voor de buitenkant van de watercontainer. Droog af met een handdoek of iets soortgelijks. Bewaar de watercontainer met het deksel open. Belangrijke informatie. De instructies in deze video zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op het advies dat u al van uw zorgprofessional heeft gekregen. Raadpleeg voor gebruik de gebruiksaanwijzing die in de doos zit, omdat dit document informatie bevat over indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.